Deze week ontvangen we hier in de Zoo van Antwerpen een speciale gast. Nadat België te klein voor hem werd, trok hij naar Duitsland, maar voor ons wilde hij toch speciaal nog eens in de kleinste ruimte kruipen die we konden vinden. Dit is Christophe in de doos. Ja, Christophe, je staat al te trappelen om de doos te mogen betreden, hè? Ik ben heel benieuwd voor die vragen. Ja, en je zegt benieuwd naar de vragen, maar zijn er zo van die vragen dat je iets hebt van... Als je me dat vraagt, kun je op je kop gaan staan, want ik antwoord niet. Ik ga nooit kritiek geven of nooit iets zeggen over collega's. Dat ligt nog altijd vrij gevoelig. Ik vind, dat is ook altijd heel moeilijk, omdat... wie ben ik om kritiek of ze zeggen op collega's. Ja. Dus, maar voor de rest? Voor de rest staat alles. Ik één open boek. Eén open boek. Wel, we hebben nog één gesloten envelop. Oké. En een doosje gaat open gaan. Voilà. Helemaal klaar voor jou. Oké. Zit er al helemaal klaar? Super grappig. Alright, je mag al een eerste vraag kiezen. Nummer 2. Nummer 2 is al meteen een doe-opdracht. Oei. Zing het refrein van je eigen favoriet nummer. Een eigen nummer? Ja. Eenmaal komt voor jou die dag die je nooit vergeten mag. Dan begint de mooiste tijd van heel je leven. Eenmaal komt voor jou die dag. Je bent betoverd door je lach. Al je zorgen zijn voorbij. Je bent verliefd. Is dit voor jou ook de mooiste dag hier vanuit de doos? Nee, want de zon schijnt niet. Ah ja, okay. Dus als het iets warmer was dan... Ja, was het een hele schone dag. Maar maak je geen zorgen, de doos warmt ook een beetje op. Oké, fantastisch. Dus... Goed, dan gaan we over naar de volgende vraag. Nummer 4. Nummer 4. We kennen je als de vrolijkheid zelf, maar toch zat je in 2007 in een zware depressie. Hoe is het zover kunnen komen? En we geven jou daarvoor 55 seconden om over te praten. Wel, het was sowieso niet 2007, want 2007 was eigenlijk het jaar van mijn allereerste nummer 1 en mijn grote doorbraak. Ik geloof dat het toch wel de periode was, zo 2004-2005. Een beetje relatieproblemen en ook op carrière gericht. Ja, niet meer goed weten waar naartoe en zo. Ik wou bij die manager weg, want ik voelde me daar echt niet begrepen en toonde ook heel weinig respect. En ik had zoiets van, waar moet je uiteindelijk nog naartoe? En gelukkig heb ik dan terug een van mijn beste vriendinnen tegengekomen, die mij onder de arm heeft genomen en gezegd van, kom, daar schijnt het licht. Je moet niet naar de donkere kijken, kijk maar naar het licht. En het eerstvolgend nummer daarop was eenmaal komt voor jou die dag. En uiteindelijk, dankzij haar en dankzij ook mijn gebed, is die dag gekomen. En kijk, voilà. En vandaar dat het nu ook jouw favoriet eigen nummer is. Ja. Oké, goed. Op naar de volgende. Nummer 10. Dat is een kijkersvraag. Konden jij en je zus Lindsay het vroeger ook al zo goed met elkaar vinden? Of waren jullie als kat en hond? 30 seconden. Lindsay en ik zijn eigenlijk altijd twee handen op één buik geweest. Zelf hadden wij ook heel weinig vriendjes of vriendinnetjes. Wij speelden eigenlijk altijd met elkaar. Als zij beloofde dat ze mee met mij met de auto speelde, dan beloofde ik aan haar om mee met haar Barbies te spelen. En ik moest die dan vervoeren in mijn auto's en zo. Of we vervoerden ons konijn in ons fietsje. We waren eigenlijk altijd al samen. Twee handen op één buik en nog steeds. Dat is ook mooi getimed. Goed. Nummer 6. 6. Ja, dat is een beetje een toepasselijke vraag bij de zoo hier. Wat brengt het beest in Christophe naar boven? En we geven jou daarvoor 40 seconden. Wat
Wat het beest in mij naar boven haalt, is sowieso één glaasje champagne. Ik kan heel slecht drinken. En die bubbels die zitten meteen in mijn hoofd. En als er dan nog schoon volk is, dat maakt je meteen wel een beetje losser. En iedereen heeft, in iedereen schuilt wel een klein beestje. Dus als het dan nog wel een beetje bevorderd wordt door schoon volk en door alcohol, dan durft dat beest wel eens loskomen. Oké, okay. We gaan verder. Nummer 9. Nummer 9, dat is een fotovraag. We gaan hier wat meer licht toelaten. Oh my god. In 97 verscheen in volle vlucht. Hoe blik je terug op die periode? 35 seconden. Dit album in volle vlucht. Ik ben heel blij dat die periode voorbij is. Want het was eigenlijk die periode dateert van mijn vorig management. En ik voel mij daar echt totaal niet goed, totaal niet oké, totaal niet begrepen. Ook heel onrespectvol gingen die niet alleen met mij, maar ook met alle andere mensen om. En ja, dat was zo'n beetje ook de aanleiding van die donkere periode in mijn leven. Ik was heel blij dat ik daar weg was. Dus al die nummers die eigenlijk dateren uit die periode... Ja, daar heb ik heel weinig voeling mee. Daar heb ik ook geen band mee. Je hoort dat trouwens ook in die nummers, als je die nu vergelijkt met de nummers die ik nu opneem. Oké. Nu een gelukkige Christophe. Ja. Next. Nummer 11. Hoe heb je ooit beslist iets met muziek te willen doen? We geven jou daar 35 seconden voor. Wel, de keuze om iets met muziek te doen lag eigenlijk niet zozeer bij mij. Ik heb altijd ervan gehouden om te zingen. Want eigenlijk was het mijn mama samen met mijn onkel die een muziekcassetje had opgestuurd. Ik heb toen deelgenomen aan een hele grote soundmixwedstrijd bij ons in de buurt. En ik eindigde zomaar uit het niets op de tweede plaats. En ik kreeg een platencontract aangeboden. Ik heb daar eigenlijk niks mee gedaan. Maar toen heeft ons mama eigenlijk het idee gekregen om dat cassetje verder te sturen naar de VTM Soundmix Show. En zo is die bal aan het rollen geraakt. Ik ben dan in die halffinale en in die finale geraakt. Ik heb zo mijn eerste platencontract gekregen en ziezo. Als een trein. Ja. Nummer 7. 7, dat is een doe-opdracht. Je hebt er zoveel tijd voor als je maar wilt. Dat is vertel een mop. Vertel een mop. Waarom komt Sinterklaas nooit voorbij een moskee? Omdat er te veel schoenen staan. Is het goed? Zit hij nu zelf ook te lachen in de toons? Nee, maar ik heb die van de week gehoord en ik vond die eigenlijk wel goed. Oké, we gaan gewoon direct naar de volgende. Nummer 3. Wat is het vreemdste dat een fan ooit voor je gedaan heeft? 45 seconden. Wat fans voor mij keer op keer doen, dat brengt mij nog steeds altijd onder verbazing. Maar het allervreemdste... Het allervreemdste... Ja, ik heb ooit eens een fan gehad en mijn wagen stond geparkeerd op een oprit van een huis waar ik mij toen moest omkleden. En die is gewoon spontaan mijn auto beginnen afwassen. En toen ik eigenlijk van het podium kwam en bij die mensen terug buiten kwam, was mijn auto helemaal gepoetst. Ik had zoiets van, oh hemel, ik vond het eigenlijk wel super lief, super handig. Maar dan had ik zoiets van, ha? Dus die moet jij nooit meer jouw Jawel hoor, jawel. Oké, dan gaan we verder. Nummer 12. 12 is ook een fotovraag. Christophe in hogere sferen. Ja. Ja. De vraag die daarbij hoort is, de Christophe-sprong is inmiddels een van je kenmerken. Nu willen wij wel eens weten, hoe lang oefen je daarop? 45 seconden. Wel, de sprong die hier zit is eigenlijk geen van mijn beste, want ik heb er leukere en mooiere. Maar het ligt eigenlijk altijd aan de fotograaf, want hij moet net
kunnen schieten met zijn apparaat, als eigenlijk mijn benen helemaal gespreid zijn. En dat is eigenlijk heel spontaan gekomen, die sprong. En die ging alsmaar en alsmaar maar hoger. Ik heb ook momenten dat ik niet zo hoog van de grond geraak. Maar eigenlijk heb ik dat te danken aan mijn publiek. Als zij echt meegaan in de sfeer en als zij die adrenaline van mij nog kunnen opdrijven door echt te roepen en mee te zingen, ja, dan krijg je een extra kick. En dan durf je wel eens hoog gaan. Ik moet trouwens maar eens de foto bekijken van mijn sprong op het Schlagerfestival. Ik heb zo op ieder concert een springfoto. Ik heb van grote concerten heel veel springfoto's, ja. Oké, dan ik denk dat we aan de voorlaatste vraag zijn. Nummer 1. Zou je ooit wel eens op een ander muziekgenre willen storten? 40 seconden. Of ik mij ooit eens op een ander muziekgenre wil storten? Ja. Ik zou wel eens willen weten hoe ik in het Engels klink. En zo is een heel mooie zo pop, rock, ballade zo. Ja, dat zie ik eigenlijk wel zitten. Zo is een heel andere Christophe, niet te afgeborsteld. Dat zie ik eigenlijk wel zitten, ja. Nooit geprobeerd trouwens? Ja, ik heb het al een paar keer geprobeerd. Ook op concerten en zo. Durft er zo wel eens een nummer uit een heel ander genre tussen zitten. Ja. En hoe reageert het publiek daar dan? Leuk, want voor die mensen is dat dan vrij onverwacht, vrij verrassend. En ik vind het trouwens ook zelf leuk om eens te doen. Oké, dan hoop ik dat je het even leuk vindt om onze laatste vraag gesteld te krijgen. Nummer 8. Meer intieme vraag. Wie was je eerste liefde? 35 seconden. Mijn allereerste liefde was voor mij denk ik de muziek. Gaat misschien heel cliché klinken, maar dat is iets wat mij eigenlijk nooit heeft losgelaten en die er eigenlijk altijd was. En gelukkig ben ik nog steeds verliefd op de muziek en is nog altijd grote liefde tussen ons. Want ik doe mijn job nog altijd ontzettend graag. Een diplomatisch antwoord natuurlijk ook. Zeg, je bent door je vragen heen, toch die dat ik stel aan jou. Maar we geven ook altijd onze gasten de kans om elkaar beter te leren kennen. Okay. En vorige week heeft Elinde Munk een vraag voor jou achtergelaten. Daar mag jij zeer eerlijk op antwoorden. Alsjeblieft. Dankjewel. Hoi Christophe, ben jij een beetje de mentor van je zus en trek je het je aan als er iets fout gaat met haar carrière? Ja. Ik heb er met deze zomer nog op betrapt dat Lindsay het podium opging en dat er een klein technisch probleem was en ik werd helemaal zo aan doe iets. Ik ga dan ook regelrecht naar de techniek van mensen. Zie je dat niet? Ze heeft niet genoeg geluid in haar oortjes of ze doet teken dat er iets is. Ja, ik ben daar heel nauw mee bij betrokken. Ook als ik met haar meega naar de studio nu van het laatste album, daar was ik eigenlijk niet bij betrokken. Ik weet niet of ze dat bewust gedaan heeft. maar bij de vorige albums was ik wel nauw betrokken en dan heb ik zoals iets van, ik ben heel streng, maar rechtvaardig. En dan zeg ik van, Lindsay, dit kan je beter of dit zou ik zo doen, want daar kan je nog veel meer uit halen. Ik weet dat je het kan en dan probeer ik haar ook te motiveren. Ik ben er eigenlijk iets te nauw bij betrokken, ja. Nu is het ook aan jou de beurt om een vraag te stellen aan de artiest van volgende week. En dat is niemand minder dan Else Schepper. Ik ben eens benieuwd wat jij aan haar wil vragen. Je krijgt hier van mij het papier. Christophe zit erop voor jou. Ja. Je mag terug in de wijde wereld begeven. Als ik de doos hier natuurlijk open krijg. De doos heeft jou graag, denk ik.
Nu kan je terug zoveel sprongen maken als je wilt. Ja, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Zeg, wil je het wel mee? Ja, het was leuk. Alleen over sommige vragen moet je natuurlijk wel eens heel even nadenken. En ja, ook vooral, zeker als je 20 jaar carrière hebt, en dan kom je ineens met een vraag van wat heeft een of andere fan speciaal voor jou gedaan? Ze doen allemaal op zich wel iets speciaal voor jou. En dan moet je er eigenlijk meteen één moment kunnen uitpikken. En soms gaat dat in 45 seconden wel heel snel dan. Ja, dus eigenlijk had je gewoon meer tijd nodig? Ja, misschien. Of misschien een klein beetje meer voorbereiding. Maar misschien wil je... Volgens mij ben je gewoon echt grote fan van de doos. En wil je gewoon er nog een beetje... nog een uurtje in zitten of zo. Nee? Zeg, en volgende week inderdaad Else Schepper hier. Heb je een tip voor haar? Nee, ik hoop alleen dat het beter weer gaat zijn. Hè? Want het is vrij frisjes. Alleen in de doos is het vrij knus, vrij gezellig, vrij warm. Alleen kleed je maar heel goed. En bereid je voor op de ergste vragen. Oké, Else Schepper met erge vragen en een dikke winterjas. Volgende week in de doos.